Only Up. Het is een game die heel veel gespeeld wordt door streamers at the moment. En je ziet het misschien ook wel langskomen op YouTube. Natuurlijk is er al een Roblox versie van en een Fortnite versie. Het is crazy. Maar vandaag gaan we testen, is Only Up echt zo moeilijk? Laten we erachter komen. Vergeet niet een like achter te laten. Only Up. Oké, dus het doel is dat we hier naar boven gaan klimmen. Oh, wacht even. Het is gewoon met een lift. Gewoon met een lift naar boven. Oh, ik dacht je moet meteen vanaf beneden al parcouren. Maar dat is dus helemaal niet de zaak. Hoe gaat de lift omhoog? Ik weet niet hoe ik hier ik weet niet hoe ik begin. Hoe begin ik aan klimmen? Easy begin. Kijk ons klimmen. Dit is simpel. Dit is simpel en dit is babyspel. Bord leiden me gewoon een beetje af, weet je. Er staat start met een pijl en dan neem ik dat gewoon heel letterlijk. Dit is te doen. Ik zie die pijpen. Die pijpen zie ik wel een beetje tegenop. Oh. Wat is deze muziek opeens? Hallo? Waarom begint de muziek weer opnieuw nu ook opeens? Wat is er? Waarom begint de muziek weer opnieuw? Wat is er aan de hand? Maar ik wil wel sound. Ik wil gewoon geen muziek. Dat is er dus niet. Oké, dat is echt sick. Nee, oké, dit is wel gewoon alleen teringluid in mijn oren. Wat ik niet zo chill vind. Oh, nu begint het weer opnieuw. Hit het weer opnieuw. Ik ga proberen om nooit te vallen tijdens deze hele sessie. It's very hard to make a choice when you don't know. Waarom vinden ze dat grappig? Dit is dus al kut. Dit is dus letterlijk al kut om hierop te lopen. Oké, goed om te weten. Maar het is altijd zo'n hype om dan zeg maar een frustrerend spelletje te maken. Since getting over it. Dan maak je een frustrerend spelletje. En dan heb je ondertussen een stem die gewoon gaat van... Hey, is alles goed met je? Oh, leuk. Dat weten veel mensen niet die dit spelen. Dat is waar veel mensen de mist in gaan. Want die snappen dat niet. Maar kanten kan je dus redden. Kijk, daar moet ik zijn. Easy. Het ding van deze game is ook dat ze de controls en physics zo kut en wonky mogelijk maken. Zodat het ook, zeg maar, een uitdaging is. Als de controls, zeg maar, daadwerkelijk goed zijn en snappy, dan is het heel makkelijk. En het idee van deze game is dat het moeilijk en frustrerend moet zijn. Er is iets wrong with it. What everyone clung to, the stability, has been shaken. Aha. Maybe this is a chance for me. Altijd, alles is een diepgaand metafoor, weet je wel. Daar gaan ze altijd voor. Want weet je, soms heb je tegenslagen in het leven. Stabiliteit van onze samenleving is sterk omlaag gegaan. Oh, we moeten op koffertjes klimmen. Leuk. Dat vind ik leuk. Ik heb mensen in een minecart zien rijden. In zo'n railroad karretje. Is dat hier dan? Deze is lekker gratis, toch? Ik vertrouw het niet, maar... Ik heb gehoord dat dit gratis is. Ik kan nu gewoon een beetje chillen. Tenzij ik val, maar ik ben niet van plan om te vallen dus. Kijk hoe hoog we nu gratis gaan. Maar als je dus valt, dan moet je dus weer lopen. Dan moeten we dus helemaal gaan lopen. En dat is dan weer minder leuk. Zo letterlijk in het midden. Druk op W. Alleen op W. Zie je hoe ik steeds meer... En nu ben ik hier. Fucked up is dat. To be fair, ik vind gewoon al dat ik lekker hoog ben. Zonder enige problemen nog. Nog geen frustratie tot nu toe. Ik denk niet dat ik het ga uitspelen in één opname. Overduidelijk. Ik wil wel gewoon heel hoog komen. En zoals ik het heb begrepen, kun je de ruimte in, dacht ik. Je komt met Getting Over It de ruimte in. Dus ik neem aan hier ook. Ik heb mensen like, met een lift zien gaan. De pijl zegt dat ik daarheen moet. En dan moet ik op een dunne buis lopen. En dan willen ze van, oh, ga over deze tonnetjes lopen anders. Ga over deze tonnetjes lopen als je durft. Ja, weet je, ik denk niet dat ik over de tonnetjes ga. Pro-gamers gaan niet over tonnetjes heen. Whoops. Easy. Ik kan me niet voorstellen dat hier al mensen gevallen zouden zijn, toch? Dat betwijfel ik. Ik ben nog steeds bij het makkelijke stuk. Dat is waar ik ben. Het makkelijke babystuk voor baby's. Dus niet te stoer doen nu, Wilbo. Ik wil dus bij dat uphuis komen. Dat lijkt me echt fucking ziek daar. Als ik nu val, kom ik wel heel ver naar beneden. Maar niet helemaal op de grond, zou je zeggen. Niet helemaal op de bodem, toch? Die kans lijkt me lauw. Dit spel laat je ragen. Dit spel is torture. Voor jezelf. Wat eigenlijk gewoon heel makkelijk is. Daar is het Up-huis. Daar is dus het huis van Up. Ik ben dus een groot fan van Up. Dus ik ben echt blij dat ik dit heb mogen meemaken. En daar is downtown, hè. Dat is downtown. Dat is het laatste stukje voor de ruimte. Maar je bent er eigenlijk nog lang niet, heb ik dan gehoord. Dus, weet je, ik wil gewoon de ruimte halen. De ruimte bereiken. Zodat ik genoeg ruimte heb om te groeien als persoon. Dit gaat mij naaien. Ik ga gewoon op een hoogpunt. Yo, Uphuis! Shoutout, Uphuis!
Ik moet waarschijnlijk hier erop springen of zo. Ja, want dan gaat hij nu weer naar beneden, of niet? Ja. Oh, oké, okay, ja, ik zie het. Nu gaat hij weer naar beneden. En dat telt niet als vallen, by the way, want ik ben dus niet gevallen. Ik vraag me gewoon af wanneer het moeilijk begint te worden. Like, ik kan me gewoon niet voorstellen dat er mensen zijn die al gevallen zijn als ze hier zijn. Hoe? Hoe val je dan? Oh man, hopelijk ga ik niet naar beneden vallen als ik hier loop. Is dat waar de lift is die me hoger brengt naar het ruimtegedeelte? Dat is het ruimtegedeelte, toch? Althans. Oh. Misschien is het niet dat het moeilijk moet zijn, maar misschien is het meer omdat mensen like, het snel willen. Dat is het dan, denk ik. Ik zie daar wel een trap omlaag, maar volgens mij heet de game Only Up, heb ik vernomen. Dus telt het als vallen als ik hier een trap omlaag loop? Dat telt gewoon als vallen. Zie, er zijn allemaal alternatieve opties voor like, de waaghalzen onder ons. Ik heb het idee dat het echt meer om snelheid gaat en niet om moeilijkheid. Nu moet ik gewoon over de weg lopen. Joepie de poepie. Ik ga naar de ruimte, want ik kan in deze wereld gewoon naar de ruimte lopen. Ik ga er gewoon voor, maakt mij echt niet uit. Hoppa, nu ben ik in de lift. Ah, nu is het weer even tijd om te chillen. Oh my god, als je nu naar beneden kijkt. Hewie! Je character blijft, die gaat best lekker als een magneet naar alles wat hij vast kan pakken. Zie je dat? Dus je denkt daar, oh hij gaat vallen. Niet de zaak. Hoe langer ik dit doe eigenlijk, hoe meer ik eigenlijk wel gespannen word. Omdat ik dan denk, oh man, ik ben nu wel heel ver om te vallen. Denk ik althans. Betekent dit dat ik heb gewonnen? Ik heb het gedaan. Ik heb de game uitgespeeld. Ik heb de kroon. Ik kan nog hoger. Ik kan nog hoger. Yo, moet je toch eens kijken. Wauw. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Dit is echt zo fijn. And it will be open to you. Dit is echt zo fijn. Oh. Hoe hoog kan ik hier dan, is de vraag. Het lijkt erop alsof het echt nog veel hoger gaat. Check. Kijk, what the fuck is dit? Hoe groot is de kans dat ik zeg maar nu weer helemaal terug naar de bodem val? De bodem is zo ver terug. Dat is echt ongelooflijk. Zou je denken dat ik nu aan de top ben? Zou je denken dat dit de top is van de game? Ik zie daar nog iets waar ik hoger kan. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik nog hoger kan. Moet ik like, hier opklimmen? Ik heb het gewoon gehaald. Alweer, blijkbaar, I guess. En ik heb er maar een uurtje over gedaan. Gewoon een uurtje over gedaan. En dan ga ik... You have conquered the top, baby. Ik heb... Ik heb het gedaan. Daar ga ik, hoor. Only up. Dat was het. Dat was only up. The end. Als jij wil weten hoe ik het heb gedaan en hoe ik zo goed ben geworden in deze game. Ik heb vals gespeeld. Ik heb keihard gecheat. Vertrouw geen YouTuber die deze game speelt. Want ik kan je garanderen dat 9 van de 10 dit doen.